Premier Rutte zei vandaag dat voetbalfans in stadions gewoon hun bek moeten houden. Jack van Gelder over schreeuwende supporters. Gisteravond was zij de zondebok in de eerste uitzending van Zondag met Lubach. Arts-microbioloog Ann Vossen reageert op de felle kritiek. Botox en fillers worden steeds populairder, maar hoe oud moet je daar eigenlijk voor zijn? CDA-Kamerlid Joba van den Berg, artsen Tom Decates, Ali Piraeus en fillerfan Demi in debat. En wereldkampioen kickbokser Rico Verhoeven wil iedereen inspireren om nu echt van de bank af te komen en te gaan sporten. Welkom bij Jinek. Goedenavond, hartelijk welkom. We gaan meteen naar het nieuws van vandaag. We zitten in de ergste economische recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar ondertussen gaan er opvallend weinig bedrijven failliet. Sterker nog, dankzij de overheidssteun was het aantal faillissementen de afgelopen 20 jaar nog nooit zo laag. Curator Mark Udink zette zich afgelopen voorjaar schrap. Hij handelt faillissementen af en dacht het super druk te krijgen. Maar wat blijkt? Eerder het tegendeel. Ik heb het nog nooit zo stil gehad als nu. Je ziet het terug in de kasten op kantoor. Die raken leeg, de planken staan stof te vangen. Hier, hier. Dat is natuurlijk fijn, dat lage aantal faillissementen. Maar het is niet helemaal gezond. Want doordat het uniek laag is, zie je ook dat bedrijven die normaal overlijden, nu niet overlijden. We houden dus met veel geld ook bedrijven overeind die het sowieso niet zouden redden, ook zonder corona niet. Elk medicijn dat de regering toedient, is op enig moment uitgewerkt. Ja. Hoe succesvol ook. Ja, Jack, het laagste aantal faillissementen van de afgelopen 20 jaar. Had je dat zien aankomen? Nee, nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik denk dat er een enorme golf gaat komen. Maar ik weet van mensen die de verhalen hebben verteld dat ze bijvoorbeeld in de maanden maart, april, mei niet hebben gefactureerd. Veel steun hebben gekregen. En vervolgens de facturen in juni en juli hebben uitgestuurd. Waardoor je een buffer hebt opgebouwd. Dus er is ook wel op een bepaalde manier gebruik, CQ misbruik gemaakt van de steun. Maar het gaat natuurlijk gebeuren. Je ziet zoveel om je heen met bedrijven die gewoon op wankelen staan. Ja, en neem maar de bekende sectoren, zoals horeca bijvoorbeeld. Theater, mensen, maar ook gewoon in de handel. Er komt natuurlijk nog een enorme golf. Dit is eigenlijk een illusie eventjes, tijdelijke illusie. Ja, waar we mee te maken. Maar men heeft ermee gespeeld. En er is ook wel steun gegeven waar je denkt, het had iets minder gekund misschien. Hoe is het in jouw branche, Tom? Nou, wat wij zien is dat er iets is ontstaan en dat heet de Zoom Face. Dus de mensen die al die... Zoom face? Het is echt waar. Dus als mensen dan een Zoom-gesprek hebben gehad en dat ze zeggen, wow, ik zie er niet zo heel goed uit. En dat ze dan om die reden gezegd hebben van, Tom, kan ik bij jou behandeld worden? En wat is dan een gangbare behandeling voor een slechte Zoom-face? Nou, wat je bijvoorbeeld ziet, ik kan het heel erg goed, maar je kan bijvoorbeeld fronsen. En als je weinig licht hebt met zo'n Zoom-gesprek, dan ben je dit aan het fronsen. En dan zie je dat en dan denk je, hey, zou ik daar niet aan behandeld kunnen worden of willen worden? Dus je hebt gewoon een piek aan patiënten eigenlijk? Al mijn collega's? Vanwege Zoom? Ja, onder andere, ja. Jeetje. Ja. Ik sta ervan te kijken. Rico, had je dat verwacht? Dat? Van... Ja. Nee. Hoe is jouw Zoom-face? Ik weet niet. Ik denk dat ik ook wel... nee. Maar ik heb er niet zo heel veel problemen mee, eerlijk gezegd. Dus. Hoe is het eigenlijk met jouw restaurant? Ja, dat was ook wel even schrikken. We waren letterlijk een week open. Dus dat was, heel vervelend. En ja, pech ook natuurlijk. Maar ja, gelukkig waren wij wel ingesteld op een van de misschien mindere horecagelegenheden om thuis bezorgen. Dus, vanaf meet af aan al eigenlijk. Ja, dus we hadden wat dat betreft wel een beetje geluk. Maar ja, een heleboel horeca heeft natuurlijk krijgt flinke klappen linkerrechts. Zeker, maar, niet zomaar even een biertje thuis laten komen. Weet je wel, dat is gewoon heel heftig. Maar jullie hebben het overleefd eigenlijk? Ja. Dus thuisbezorgen gaat eigenlijk supergoed. En we mogen nu ook weer open natuurlijk met gelimiteerd en afstand. Ja. En dat gaat eigenlijk gewoon goed. Onder andere Tim Douwsma, Busy, Thomas Bergen en Femke Louise doen mee aan een actie van artiesten tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Onder de hashtag Ik doe niet meer mee komen zij in verzet. Alleen samen krijgen we de overheid onder controle. Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee. 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 Free the people. Ik doe niet meer mee. En ik doe niet meer mee. Free the people. Ja, Ann, dit zijn mensen met heel veel volgers. Femke Louise 1 miljoen, Busy 400.000, Tim Douwsma 150.000. Ze hebben ook allerlei vragen. Waarom worden kritische artsen de mond gesnoerd? Wat is het nut van niet-medische mondkapjes? Wat vind je ervan dat zij zich zo in zo'n groep eigenlijk verzamelen en zeggen, wij accepteren dat niet meer, wat het kabinet zegt? Nou, ik vind het altijd wel goed om kritisch te zijn. Om na te denken over waarom je dingen doet en waarom niet. Dan denk ik, ja,
ga eens een keer praten met mensen die er verstand van hebben. Ik vind het ook jammer. Want er is natuurlijk best wel over nagedacht waarom we met z'n allen doen wat we doen. Mm-hmm. En ook advies gegeven door experts. En dan vind ik het jammer dat juist mensen die zo invloedrijk zijn, juist ook voor jonge mensen, dat die deze actie doen. Want je zou zeggen, ja, pak het op en ga juist stimuleren. Ga bij wijze van spreken uitleggen of ga er iets mee doen. Draai het om. Zorg dat je er iets positiefs van maakt. Want zeg je ook van als ze met iemand in gesprek zouden gaan hierover, dan zouden ze er anders over denken? Mogelijk wel, als ze zoveel vragen hebben. Maar mogen ze jou bellen? Heb je daar tijd voor? Ik weet niet of dat in je schema past. Nou, het is altijd lastig met mijn schema. Maar als ik iets kan uitleggen, dan doe ik het altijd graag. Mm-hmm. Ja. Ik leg altijd graag dingen uit. Ja. Maak je zorgen, Jack, over het feit dat mensen zeggen van ik doe niet meer mee? En dat ik het vraag me af of die mensen, en dat neem ik wel aan, ouders en grootouders hebben die in de kwetsbare leeftijd zijn, of dat ze familieleden hebben die gewoon kwetsbaarder zijn. En ja, ik word soms ook wel een beetje moe hiervan. En ik heb best begrip voor allerlei protesten. Maar als een van deze mensen corona krijgt, niet naar de IC. Het is dan niet belangrijk. Laat ze lekker gaan. Ze zijn zo stoer, dan moeten ze ook geen aanspraak maken op medische verzorging. En dan moeten ze ook gewoon de consequent. Want het bestaat niet, ze negeren het. Mm-hmm. Nou, prima. Wat denk jij, Rico? Dit zijn mensen die veel jonge mensen ook bereiken, met wat ze zeggen. Ja, ik begrijp het tot een bepaalde hoogte. Maar het is overal, continu is het balanceren natuurlijk. We leven in een soort van nieuwe realiteit. En de overheid weet ook niet precies hoe ze hiermee om moeten gaan. Dus we zijn allemaal aan het zoeken en aan het balanceren van hey, hoe moeten we doen? Dus ze weten niet wat wel goed is en wat niet goed is. Maar wat ik wel heb is, oké, als je heel duidelijk uit durft te spreken van hey, ik doe niet meer mee, maar kom dan wel met een oplossing van maar hoe zouden we het wel moeten doen dan? Mm-hmm. Dat vind ik dan de andere kant. Ja. Het is heel makkelijk zeggen van hey, wat jij daar zegt, dat vind ik niet goed. Oké, maar wat is dan wel dan de juiste oplossing? Ja. Zo'n groep, Demi, zijn dit mensen naar wie je luistert? Waarvan je denkt van, ik neem het voor waar aan als ze iets zeggen? Nee, ik denk toch wel, als je er zelf wel heel gevoelig voor bent, dan kan het natuurlijk al triggeren. Ik zal niet ontkennen dat het niks met niemand zal doen. Mm-hmm. Maar mij als persoonlijk zal dat niet zeggen van, nou, ik stop ermee. Nee. Brengt jou niet op andere gedachten? Nee. Geen pakjes en zakjes meer tussen de middag. Kinderen eten gezonder als niet de ouders, maar de basisschool zelf de lunch verzorgt voor de kinderen. Broodtrommels met stukken pizza erin en pakjes frisdrank zul je hier niet meer vinden. De school verzorgt de lunch zelf. We zorgen dat 80% gezond is, 20% verantwoord. We hebben mais, komkommer, wortel. De school doet mee aan een groot onderzoek van de Universiteit van Maastricht. De hele familie van Zundert is nu afgevallen en ook thuis wordt gezonder gegeten. Nu drinken ze thuis wortel en tomatensap en is zo'n Eros afgevallen. 5 kilo. Dat is veel. Dan voel ik me veiliger bij. Fijn. De resultaten zijn zo bemoedigend dat meer scholen gaan volgen. Hier vandaag geen broodje hagelslag, maar een broodje ei. Het is misschien een beetje dom van mij, Tom, maar ik had altijd gedacht, als ouders zelf de lunch verzorgen, dan zal je de meest gezonde lunch krijgen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Als ik kijk naar hoe het bij ons thuis gaat, dan zit ik in de gelukkige positie dat mijn vrouw iedere dag het klaarmaakt voor de kinderen. Dan heeft ze 2 bakjes, maar daar gaan dus gewoon echt gedroogde mango, wortel, komkommer. Geen Snickers. Bij ons thuis gaat dat er niet in. Nee. Ben je verbaasd over dit nieuws, Anne? Dat het zo werkt? Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Ik denk ook dat ouders best wel gevoelig zijn voor kinderen die zeggen, of die gewoon boterhammen erin laten zitten. Dat fenomeen kennen we natuurlijk allemaal wel, dat je het bakje terugkrijgt en de boterham zit er nog in. Want dan hebben ze bij de buurjongen of iets. Dus ik denk dat ze gevoelig zijn voor lekkere snacks en lekkere dingen. En dat ouders daar ook wel eens in meegaan. Dat maar als je dit ziet, dan zou je zeggen, eigenlijk zou het beter zijn als overal in Nederland de scholen de lunch verzorgen en niet meer de ouders. Dit klinkt heel positief, ja. Het was behoorlijk druk in de voetbalstadions dit weekend en dat leidde tot behoorlijk wat frustratie bij premier Rutte. Hij reageerde vanmiddag in duidelijke taal. Onder meer bij PSV en Feyenoord gaat dat dit weekend mis. Er wordt gejuicht, er zijn spreekkoren en niet iedereen houdt 1,5 meter afstand. Het leidt bij premier Rutte tot grote ergernis. Het is heel dom, want hierbij krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op, ja, weet je. Maar is dat überhaupt te regelen in zo'n stadion? Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit en naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Dat is te doen. Ja, Jack Rutte heeft inmiddels aangegeven dat hij zich iets netter had moeten uitdrukken. Maar heeft hij een punt? Hij is geïrriteerd. Hij is natuurlijk geïrriteerd door de hele materie. Als je dus net de protesten ook van een aantal mensen ziet, er ontstaat onrust in de maatschappij. En dit is aantoonbaar. Hè. Je ziet supporters in beeld.
die een volstrekt normale reactie hebben, vind ik. Want die hebben emotie. En Lilian Marijnis heeft laatst gezegd... Feyenoord supporter, als Feyenoord 1-0 scoort tegen Ajax... denk je toch niet dat ik geroepen mooi gedaan, Berghuis. Dus alleen denk ik, als je het tegen wil gaan, zijn er een paar maatregelen. Geen mensen meer die staan. Zoals daarboven, kijk, daar zitten gezinnen. Dan wel is er afstand tussen die mensen. Mm-hmm. Maar beneden niet. En ik vind het ook niet goed dat alleen Feyenoord er nu uit wordt gepikt. Want dat was dan nadrukkelijk in beeld. Maar PSV scoort in de 94e minuut de treffer. En je ziet Polonaise. Ja, ik begrijp dat wel. Heb je letterlijk een Polonaise gezien? Die hebben letterlijk een Polonaise achter het doel gehouden. Ja, maar dat, ja, in de 94e minuut voetbal, emotie, drank, misschien een pil. En we gaan ervoor. Ja, dat moet je dan tegengaan. Maar op het moment dat je... want Abu Talib is nu behoorlijk tekeer gegaan. En dit kan niet. En als het zo doorgaat, dan gaat Feyenoord zonder publiek spelen. Maar ik weet niet of Abu Talib dat zegt. Maar er zijn mensen die de orde moeten handhaven. Die tegen mensen zeggen die een feest geven thuis. Studenten. Doe dan in ieder geval de gordijnen dicht. Dan ziet niemand het. Ja, dat vind ik een soort verstoppen waar we helemaal niks aan hebben. Bij Lens, Paris Saint-Germain hebben ze laatst met 5000 man. Maximaal aantal wat er tot nu toe bij Franse wedstrijden mag zijn. Heeft iedereen mondkapjes op gehad. Dus 5000 man in een stadion, allemaal mondkapjes. Dan mag je zingen, dan mag je schreeuwen. Dat geeft in ieder geval weer wat meer gevoel, weer wat meer entourage. Maar dit kan je niet tegengaan. En dus mensen die staan, absoluut, ook bij amateurwedstrijden, weg. Vanmiddag genuanceerde Mark Rutte zijn woorden. U heeft spijt? Nou, dat is een groot woord, maar ik zag dat woord terug, dat filmpje. Dat vond ik niet zo fraai. De boodschap is dezelfde. Je moet in een stadion gewoon je mond houden. Dus dat woord had ik niet moeten gebruiken. Ik had moeten zeggen, hou je mond, niet schreeuwen, niet lawaai maken. Maar is het wel zo makkelijk? Als de premier zegt, je moet je bek houden, wat zeg jij dan? Ja, ja, jammer, gaat niet lukken. Ik denk dat je wel degelijk, als je met elkaar de mensen erop aanspreekt, goed naar kijkt, dat er ook een hoop mogelijk is. Alleen die emotie in de momenten dat je er een doelpunt valt, dat er wat anders is, dat ga je niet tegen. Van burgemeester Abu Talib moet Feyenoord komende wedstrijd 25 extra stewards inzetten om de coronamaatregelen te handhaven. Gebeurt dat niet, dan kan het aantal supporters uiteindelijk worden teruggeschroefd naar nul. Ik denk eerlijk gezegd, als ik je net hoor, dat 25 stewards ook niet het verschil gaat maken. Ach, natuurlijk niet. Het is gevolgbestrijding. Je moet de oorzaak moet je pakken, je moet ze uit elkaar zetten, je moet ze niet laten staan en mondkapjes op laten hebben en ze gewoon geluid laten fabriceren. Dat hoort nou eenmaal bij voetbal. Is dat, want dit is ook in de buitenlucht, is dat wat Jack zegt? Gewoon wel een mondkapje zitten, dat je niet gaat staan, dus dat je op je plek blijft zitten waar je bent toegewezen. Zou dat genoeg zijn, denk je? Ik denk dat je een heel eind komt, ja. Ja, en zeker in de buitenlucht weten we natuurlijk dat je een enorme ventilatie hebt. Ja. Namelijk de hele hemel. Dus dat scheelt al enorm. En ja, die afstand, zoals je zegt, ja, ik denk dat er wel maatregelen te verzinnen zijn waarmee het kan. Ja. Nou, je ziet het bij de zitplaatsen, maar ik heb ook amateurwedstrijden gezien waar mensen staan achter een doel, heel dicht bij elkaar. Dus het is niet alleen dit. Alleen dit is dan een roemruchte club die veel en uitgebreid in de publiciteit is. Dus ik vind het ook niet terecht dat alleen Feyenoord op dit moment wordt gehekeld. Nou, zeker als je het hebt over een Polonaise bij PSV, dan weet het wel. Ja. Ander nieuws. Hoe zeker weet jij dat Frank de Boer onze nieuwe bondscoach is? Omdat ze geen alternatief willen zoeken. Dus je weet het 100% zeker? Ja, dat gaat deze week rondkomen. Dat gaat niet meer fout. Kijk, de KNVB heeft bewust geen contact gezocht met Van Gaal. Denken, die gaat de boel omgooien. Spelers hadden ook zoiets van, nou, moeten we dat wel willen? Want het is wel een strenge meester, maar wel een hele goede meester. Van Marwijk in 2012 weggegaan met wat problemen met de KNVB. Heeft ons wel de tweede plaats met zijn team bezorgd in Zuid-Afrika in 2010. Ten Kate was kandidaat en het werd advocaat. En die voelde zich gepiepeld en die heeft toen aan een journalist mee laten luisteren van, luister nou eens, ben ik nog gek? Of word ik echt gepiepeld door de KNVB? Dus die werd ook afgeschreven. Mm-hmm. Vervolgens hebben ze gekeken of ze Rijkaard misschien een goede kandidaat vonden. Maar iedereen die iets van voetbal weet, weet dat Rijkaard niks meer wil. Dus die heeft ook gezegd, ik ben niet beschikbaar. Maar konden ze in ieder geval zeggen, zie je nou, en we hebben toch iemand benaderd. En hebben ze Peter Bos benaderd en die heb ik gesproken. En die zei, ze hebben aan mij gevraagd, ben je beschikbaar? En toen zei hij nee, want hij staat onder contact bij Bayer Leverkusen. Hij zegt, maar als ze hadden gevraagd, wil je bondscoach worden? Dan had ik toch waarschijnlijk gezegd, daar ben ik wel in geïnteresseerd. Dus het is iets heel anders. Dus als ik het goed begrijp, hebben ze eigenlijk maar twee mensen echt benaderd. Ja, en dan hebben ze ook nog niet de vraag gesteld. Nee, ook niet echt. Want ze hebben eigenlijk alleen maar gevraagd, ben je beschikbaar? Punt. Ja. En bij Rijkaard wisten ze dat zeker. En bij Bos hebben ze en die tweede vraag niet gesteld. Waarom doen ze niet een soort meer open procedure? Ja, dat wilden ze niet. Ze kiezen voor dit. Ze zijn heel erg tevreden over de assistent Wijd Lodewegers en de rest van de technische staf. Dus daar kan ik me iets bij voorstellen. Ze hebben de spelers gevraagd.
Dat is dan niet echt bindend, maar toch. Dus, wat vind je ervan om de spelers te vragen? Wat nou ja, het ligt eraan of die de verantwoordelijkheid aankunnen om ook te accepteren als er een andere beslissing valt. Of dat ze heel erg verwend zijn en zeggen, ja, maar wij hebben het gezegd, die willen we niet. Nou, wat denk jij? Ik denk dat deze groep het idee heeft dat het een hele volwassen groep is. En dat ze het met elkaar voor elkaar krijgen. Maar gelukkig hebben we in Nederland-Italië gehad, 1-0. Was er niemand buiten en binnen de lijnen die op een of andere manier kon laten zien dat ze de autoriteit en de klasse hadden om de groep te leiden. Dus ik denk dat ze wel een bijzonder iemand nodig hebben. Niets ten nadele van Frank de Boer. Maar het is een uitstekende vent. 112 interlands. Mm-hmm. Prima staat van dienst in ieder geval in Nederland gehad. Nou ja. Misschien liever, maar als ze willen doorschakelen naar een jongere, vind ik het geen enkel probleem. En ik denk ook dat Frank het aan kan, maar ik vind de procedure fout. En niemand gaat ze corrigeren. Ze kunnen ermee wegkomen, toch? Ja, er is verder niks. Nee, er is geen controlerende macht die zegt, zo deugt het niet. Nee. Het is de Raad van Commissarissen en de directie. En die hebben voor deze koers gekozen. Wat vindt Louis van Gaal ervan, weet je dat? Hij zal zeggen dat hij het sowieso niet had gedaan, maar ik weet dat hij geweldig baalt dat hij niet is gevraagd. Hoe is het met jouw vriend Ronald Koeman in Barcelona? Ja, dat is goed. Die moet natuurlijk nu gaan presteren, want die staat ook onder druk. Deze week wordt er een motie van wantrouwen geteld, mm-hmm, bij Barcelona. Bartomeu is de voorzitter, daar wil men vanaf. Dit vindt men een ontzettende eikel. En die kan er niks van, zeggen ze. Nou, dat betekent dat er een interim bestuur komt, althans een interim voorzitter. Het enige wat van hem van belang is dat hij punten gaat pakken. En dan heeft hij wel weer de mazzel, dat heeft hij toch altijd wel een beetje een hoefijzertje de laatste jaren, dat Real Madrid zijn eerste wedstrijd gelijk speelt. Dus dan is die druk weer een heel klein, want daar wordt natuurlijk het meeste. Maar is hij überhaupt onder dit soort druk? Hij kan daar goed mee omgaan, maar het is natuurlijk heel moeilijk om van buitenaf allerlei dingen te ervaren waarop je in eerste instantie geen invloed hebt. Messi wel of niet. Nou, die lijkt nu te blijven. Ik moet toch eerst nog zien, ik denk nu ook wel dat hij blijft. De twijfel wordt bij mij steeds, mm-hmm, minder. Maar het is nog geen 5 oktober. Als Manchester City op een gegeven moment zegt, we vinden hem toch wel 250 miljoen waard, want dat halen we ook weer uit de merchandise terug. Dan heeft Barcelona opeens geld om weer te investeren in spelers, want dat hebben ze eigenlijk niet. Messi kan op een leuke manier naar zijn Spaanse groep in City, want dan heb je een technisch directeur en een coach die Spanjaard zijn. Ja, dat zou ook nog steeds kunnen. En anders heeft hij een fantastisch elftal, dan gaat hij heus nog wel wat kopen. Hij is net een speler kwijtgeraakt, Arturo Vidal aan Inter. Dus er komt wel weer wat geld binnen. En hij heeft een hoefijzertje. Maar ja, dat heeft hij ook wel afgedwongen. Het is gewoon een fantastische gozer en een hele goede coach. En hij kent toch wel de mentaliteit van de Zuid-Amerikaan en de Zuid-Europeaan. Ja. Belt hij jou wel eens voor advies? Nee. Geef je hem wel eens ongevraagd advies? Nee, ik heb alleen het enige wat ik ooit tegen hem heb gezegd. Toen hij zijn eerste persconferentie gaf als coach van het Nederlands elftal. Ik zat thuis te kijken en toen heb ik hem alleen gezegd, jij was Michels 2.0. Want hij was precies zoals Michels in zijn latere periode. Heel duidelijk, heel overtuigd. Heel goed. En dat heeft hij ook met het team voor elkaar gekregen. Want we hebben natuurlijk ook onder hem een aantal hele slechte eerste helften met name gespeeld. Maar dan win je wel van Duitsland en Frankrijk en Engeland. En je komt in die finale van de Nations League. Ik gun het hem ontzettend. Ik hoop dat het zou ook goed zijn voor het Nederlands voetbal en de Nederlandse trainers als hij het daar goed doet. Ja. Laten we het hopen. Dankjewel, ja, Jack. Dank je. Gisteravond zagen 1,2 miljoen kijkers van het programma Zondag met Lubach hoe de aanval werd geopend op minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. En in zijn kielzog arts-microbioloog Ann Vossen. Alle experts zijn het erover eens dat testen cruciaal is. Niet alleen om het virus te bestrijden, maar dus ook voor meer vrijheid. Dat weten we al een half jaar. En in Nederland lukt het nog steeds niet om genoeg testcapaciteit te regelen. Maar hoe kan dat nou? Testen. In Nederland worden medische tests meestal uitgevoerd in ziekenhuislaboratoria. Die worden geleid door arts-microbiologen. Die nemen bloed af of speeksel en dan gaan ze kijken wat er aan de hand is. En dat kunnen ze heel goed, maar ze zijn wat minder ingesteld op heel snel kijken of 10.000 mensen corona hebben of niet. Ja, aan de ene kant heb je ziekenhuislabs, die zijn kleiner, sterk gespecialiseerd, er zit heel veel kennis. En aan de andere kant heb je grote labs, robotlabs zou je ze kunnen noemen, waar ze vooral goed zijn in het draaien van bulk. En dat doen ze heel snel, ook heel goed en een stuk goedkoper. De arts-microbiologen, die wilden volgens Nieuwsuur een eigen labs gebruiken. En ze hebben dus een zin gekregen, mede dankzij deze mevrouw. Dit is Ann Vossen. Zij zit in het OMT, het Outbreak Management Team. En zij is dus verantwoordelijk voor het opschalen van de testcapaciteit. Maar Ann Vossen is ook voorzitter van de beroepsvereniging voor arts-microbiologen. Dus ze vertegenwoordigt in feite die ziekenhuislaboratoria. Dus de persoon die moet zorgen voor meer testcapaciteit wil per se vasthouden aan de kleinere en langzamere Nederlandse labs die zij zelf vertegenwoordigt. En haar argument is dat ze niet wil tornen aan de kwaliteit.
Maar tijdens zo'n crisis heb je natuurlijk vooral ook behoefte aan kwantiteit. Anne, hoe was het om jezelf zo terug te zien? Nou, ik ben groot fan van het programma. Maar het is natuurlijk nooit leuk om jezelf als persoonlijk aangevallen te zien. Dat is natuurlijk voor niemand leuk. En wat ik eigenlijk nog het ergste vind, is dat veel mensen dit als waarheid nu beschouwen. Mm-hmm. Niet alleen door dit programma, maar ook door eerdere programma's en publicaties. En ja, dat doet vooral pijn, denk ik. Omdat die waarheid is pijnlijk voor mij. Hè, dit is niet de waarheid. En dat schaadt mij persoonlijk misschien. Maar wat ik erger vind, is dat het mijn collega's ook schaadt. En dat vind ik gewoon heel vervelend. En daar ben ik mede hier natuurlijk. Begrijp ik. Ja. We gaan het is ingewikkelde materie. We gaan het stapsgewijs doornemen om het in ieder geval helder te krijgen. Lubach zegt dat we nu te weinig testcapaciteit hebben, omdat jullie, de arts-microbioloog, in eerste instantie alleen maar jullie eigen ziekenhuislabs wilden gebruiken en geen grote zelfstandige labs. Waarom wilden jullie dat? Nou, dan ga ik toch helemaal terug naar februari. Toen heb ik hier ook heel regelmatig aan tafel gezeten. In die beginfase hadden we sowieso, om te beginnen, 2 laboratoria die het konden. Later 16 laboratoria. En dat is nu langzaamaan uitgebreid naar 64 laboratoria. En in die beginfase, nou, we kennen allemaal die enorme piek die we op de plaatjes zien, zijn er vooral heel veel mensen getest die in de ziekenhuizen opgenomen lagen. Of die zich aandienden in de ziekenhuizen bij de eerste hulp. Zorgmedewerkers die werkzaam waren in het ziekenhuis. En dan is het erg logisch dat je de testen die je bij die mensen die in dat ziekenhuis liggen of komen, dat je die bij het ziekenhuislaboratorium doet, wat aangesloten is aan dat ziekenhuis. Dat doe je namelijk al tientallen jaren zo. Dus dat is de logische route om op dat moment, en ook de snelle route en efficiënte route, om op dat moment te testen. En toen was er dus nog geen sprake van, we gaan iedereen testen die luchtwegklachten heeft. Die fase is pas dus later. In die allereerste fase was het afdoende om het te doen zoals we het altijd al deden, namelijk in die ziekenhuislaboratoria te testen. Ja. Op een gegeven moment loopt dat uit elkaar. Ja. Dan blijkt die testcapaciteit helemaal niet meer voldoende te zijn. Mm-hmm. En het verwijt is dat jullie alsnog probeerden vasthouden aan het testen in die ziekenhuislaboratoria, in plaats van te zeggen meteen opschalen naar die grote zelfstandige laboratoria. Mm-hmm. Waarom wilden jullie dat niet? Ik denk dat wij nooit hebben gezegd dat we dat niet wilden. Wij hebben wel bepaalde kwaliteitseisen gesteld. We vinden dat een laboratorium dat deze test uitvoert daar gekwalificeerd voor moet zijn. Mm-hmm. Wij vinden het goed als er een medicus bij betrokken is. Het zijn medische uitslagen, dus je moet ook kunnen overleggen met een arts. Mm-hmm. Wat je van de uitslag vindt. Betekent het wel wat, betekent het niets? Je moet er dus ook over kunnen overleggen. Is dat zo'n niet eensluidende uitslag? Het is of je hebt corona of niet, toch? Nou, helaas is dat zo eenvoudig is dat niet. Het hangt heel erg vanaf op welk moment je hebt getest, of je klachten hebt op dat moment. Als je vroeg test en je hebt klachten, dan zegt een positieve test wat, maar een negatieve test zegt ook wel wat. Want eigenlijk verwacht je vroeg in de ziektegeschiedenis dat je het virus kunt aantonen met zo'n gevoelige test. Maar als je dat weer na 5 dagen doet, je hebt al 5 dagen klachten en de test is negatief, dan durf ik niet te zeggen, 5 dagen geleden was het geen corona. Nee. Dus ja, er zit best wel wat aan vast om dat op een juiste manier te duiden. Eerder ja. zei je zelf tegen NOS, ik citeer, in een land als Duitsland konden ze al sneller veel testen, doordat ze daar vooral gebruik maken van maar een paar grote laboratoria. Wij gaan liever voor de kwaliteit die onze 50 afzonderlijke labs kunnen leveren. We willen in Nederland geen testfabrieken. In een pandemie, als alles anders is dan waarvoor je geleerd hebt, waar je ervaring mee hebt, dan kan ik me voorstellen dat die regels en werkwijze en ook kwaliteitseisen, dat die wat meer fluïde worden. En dat je zegt, luister, misschien is het niet zo overduidelijk, de uitslag uit zo'n grote testlaboratorium, maar we hebben nu meer uitslagen nodig dan dat we nu krijgen. Waarom hebben jullie die beslissing niet genomen? Nou, ik denk eigenlijk dat we allemaal en-en willen. Ook die grote laboratoria. We willen en veel kunnen testen. Mm-hmm. En we willen toch die kwaliteit. We hebben ook gezien wat voor problemen in andere landen bijvoorbeeld ook heeft veroorzaakt, dat een laboratorium ineens heel veel fout positieve had. Mm-hmm. Nou, zelfs in de sportwereld hebben we dat gezien, dat mensen uit een wedstrijd zijn gehaald omdat ze positief testen, waarvan later bleek dat het een fout positieve test was. Was dat voor jou een reden om te zeggen dat moeten we niet doen, want ik reken erop dat veel uitslagen zullen komen die onbetrouwbaar zijn? Je moet sowieso kritisch zijn op je eigen werk. Mm-hmm. Ook op mijn eigen lab ben ik ook altijd kritisch. Maar op andermans werk ook. En ieder laboratorium zou dat moeten doen. En dan vraag ik me af. Die zegt net, oké,
Dus als je 5 dagen geleden wisten we niet of je dan... Dan had het misschien wel corona geweest en 5 dagen later niet. Maar ik heb weer gehoord dat je bijvoorbeeld... Misschien nog wel, als je het eenmaal gehad hebt... Nog wel een maand lang positief kan testen. Ja. Dus maar hoe zit dat? Dan kan je toch niet, als je dan 5 dagen geleden corona getest zou hebben, zou je het dan niet 5 dagen later ineens niet meer hebben? Ja, nou dat kan wel. Er zit heel veel verschil tussen individuen. Mm-hmm. Dus de ene heeft heel veel virus bij zich en die houdt het dus heel lang, zoals jij zegt. Hè. Inderdaad, kan je nog op een gegeven moment nog na een week een beetje virus vinden. En anderen die zijn het heel snel kwijt. Mm-hmm. Dus er zit gewoon individuele verschillen in. Okay. In Duitsland zijn veel minder mensen doodgaan aan corona. In Duitsland zijn er 11,2 op de 100.000 inwoners door corona omgekomen. In Nederland zijn dat er 36,6. Op de 100.000. Dat is een waanzinnig groot verschil. Veel mensen denken door te weinig testen in Nederland. Want in Duitsland werd er veel meer getest. Mm. Van meet af aan. Ja, volgens mij kan je dat niet zo hard leggen, die relatie. Ik durf dat niet te zeggen, dat dat komt doordat we veel minder hebben getest. We hebben in de beginfase hebben we hele specifieke groepen getest. Mm-hmm. Daar hebben we vanuit de overheid voor gekozen. Tenminste, voor de publieke gezondheid. Daar hebben we voor de ziekenhuizen voor gekozen. Hoe noemen we dat in de ziekenhuizen en in de zorginstellingen? Dus dat is het testbeleid wat wij bij de verschillende groepen bepaald hebben. Maar dat is toen wat er destijds politiek is besloten. Maar als je nu kijkt naar bijvoorbeeld het verschil met Duitsland, onze buurland, waar er zo'n substantieel verschil is tussen mensen die om zijn gekomen. En het verschil zit dan bijvoorbeeld in het testbeleid. Dan neem ik aan dat dat bij jullie ook vragen oproept. Dat jullie denken, zou dat er iets mee te maken hebben? Nou ja, tenminste. Tot nu toe hebben we in ieder geval niet geconcludeerd dat dat het gevolg is van minder testen. Maar wat ik niet begrijp, er wordt steeds gesproken over die bulklaboratoria in Duitsland. Ja. En dat wilden we er niet, hè, want kwalitatief vraagtekens. Maar nu heeft Hugo de Jonge gezegd, we gaan nu er wel mee samenwerken. Ja. Ja. Er is toch niet iets veranderd in de kwalitatieve waarde? Is het gewoon veel te behoudend geweest en is er bewust of onbewust niet gekeken over de grens. Ja. Waar kunnen we het vandaan halen? Net als met de mondkapjes. In eerste instantie was het niet nodig en toen was het wel nodig. Toen hadden we ze niet, want het was te duur. We zijn wat dat betreft veel te behoudend en veel te veel op de rem gestaan. Nou, dat durf ik niet te zeggen, want volgens mij hebben we heel hard gezocht naar allerlei mondkapjes. Uiteindelijk. En helaas ook wel eens verkeerde aankopen gedaan en zo. Maar ik weet niet, ik denk in de hele beginfase was er sowieso geen sprake van dat zo'n groot Duits lab zou aanhaken. Dat is pas in die discussie gekomen toen we zeiden, we willen nu iedereen gaan testen. Dat is vanaf 1 juni geweest. En toen zijn we gaan kijken, hoe kunnen we dat in hemelsnaam voor elkaar... Het is nu bijna 1 oktober. Ja? Nu gaat Hugo de Jonge zeggen, we gaan het nu toch maar eens doen. Ja. Paard achter de wagen spannen. Ja. Maar tot dan toe hebben we het ook... hebben we het sinds 1 juni tot 1 september, grofweg, hebben we het gewoon gered. Jawel, maar iedereen had het over een tweede coronaperiode die er zou komen. Daar moet je dan toch op voorbereid zijn en de contacten hebben. Daar zijn we nu ook wel op voorbereid. We lopen toch weer een beetje achter de volgens Follow the Money, dat is een onderzoeksjournalistiek platform, zou speciaal coronagezant Feik Siebesma al in mei hebben gezegd, moeten we niet nadenken over meer testcapaciteit. Hij dacht al meteen dat mensen zouden komen, die zonder klachten getest zouden willen worden. En jij voelde daar toen niets voor. Waarom niet? Dat is niet correct. Ik heb gewoon meegedacht over hoe we meer kunnen gaan testen. Heb je het omarmd? Zei je meteen, je hebt gelijk, Feik. Dit moeten we doen, laten we het maximaliseren. Nou, er waren modellen gemaakt natuurlijk van hoeveel we nodig zouden hebben in de herfst en de winter. En dat zijn getallen van 70.000 testen per dag. Mm-hmm. En later is er nog meer gemodelleerd dat we op 100.000 in februari uit zouden komen. Dat getal van 70.000, zodra we dat voor ogen hadden, zijn we daar meteen op gaan inzetten. Dus hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Want er zijn natuurlijk nog andere manieren om het voor elkaar te krijgen. Maar grote laboratoria is een mogelijkheid. Materialen bij elkaar gooien, de spoelen heet dat. Dus dat je 5 monsters tegelijkertijd test. Dat kan best wel veel efficiëntiewinst opleveren. Misschien moet je naar andere materialen toe. Speeksels bijvoorbeeld, dat is veel makkerlijker af te nemen. Dat kunnen mensen thuis misschien al van... Maar dit zijn dingen die allemaal doorgelopen. Begrijp ik. Dit zijn allemaal dingen die ook wel tijd kosten om uit te zoeken of ze wetenschappelijk gezien kloppen en dat de uitslag daarvan kloppen. Ja. Vind je zelf dat er te lang is gewacht met het opschalen als we kijken nu naar wat de gevolgen zijn, namelijk dat mensen niet op tijd geholpen worden? Ja. Ik denk dat je deze dip die we nu hebben gehad, die hadden we dus kunnen voorkomen als we eerder de grote laboratoria hadden aangeschakeld. Ja. Maar vraag ik me af, wat ik niet hoor en wat misschien wel zo is, maar durft u nu te zeggen van misschien hadden we dit anders aan moeten pakken, misschien hadden we wel meer gas moeten geven. Misschien want het is in ieder geval wat ik persoonlijk veel... Maar toen was dit en toen gebeurde deze situatie, maar
Wat is uiteindelijk de conclusie? Hebben we het verkeerd aangepakt? Hebben we het verkeerd ingeschat? Nou, achteraf gezien hadden we denk ik die enorme stijging in testvraag die we in september hadden, die hadden wij niet voorzien. Nee. En als je dat van tevoren had geweten, mm-hmm. ja, dan had je gewoon 5 weken eerder met die contractonderhandelingen begonnen, ja. Maar er is dat is altijd makkelijk praten achteraf. Nee, is niet makkelijk praten. Regeren is vooruitzien, dat hebben jullie niet gedaan. Jullie lopen steeds achter de feiten aan en proberen het aan te passen. Probeer maar eens de GGD te bellen of online. Vooral voor oudere mensen online is überhaupt niet te doen. Dus die moeten... Je zit 6-7 uur aan de telefoon om de GGD te pakken te krijgen. En als je wat jonger bent en je zit het gewoon online te doen, dan kan je een teststation vinden in Zundert woensdag, bij wijze van spreken. Dat is echt gênant voor een beschaafd... Indachtig dit, hè, dat het niet werkt, dat weten we. Dat is echt gewoon overduidelijk dat het niet functioneert op dit moment, als mensen nog tot 5 dagen wachten op een uitslag. Mm-hmm. Heeft Nederland vanaf het eerste moment de volledige testcapaciteit benut die wij in ieder geval hadden? Hebben we dat gedaan? Ik denk dat we dat hebben gedaan. En moeten daarbij wel bedenken dat die volledige testcapaciteit ook heel erg werd bepaald door de spullen die we hadden. He, er zijn ontzettend veel tegenvallers geweest in het proces die we niet hadden kunnen voorzien. Maar dat waren spullen voor de Nederlandse laboratoria? Dat waren spullen voor de Nederlandse en de Franse en de Duitse. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel landen die problemen hebben gehad met maar spullen. Maar ik geloof dat in maart al werd er aangeboden om hulp te geven. Eind maart werd er al hulp aangeboden voor jullie labs. Waarom hebben jullie dat aanbod niet geaccepteerd? Nou, in die fase was het nog niet nodig. En in die fase waren het gewoon totaal andere mensen die we aan het testen waren. En die konden we in de ziekenhuislaboratoria testen. Maar dat was achteraf een vergissing om daar nee tegen te zeggen? Nou, ik denk, nee, want dat laboratorium is uiteindelijk nu aangehaakt. En dat is aangehaakt nu we die teststraten hebben. En nu we dus die stromen van de... Er zijn natuurlijk verschillen tussen ziekenhuistesten, het personeel en de patiënten die zich melden in de ziekenhuizen versus die teststraat, hè, voor de publieke gezondheidszorg. Die kun je omleiden. Daarvan kun je zeggen, ik laat mijn autootje niet naar Amsterdam rijden, maar naar Zundert rijden. En dat is een manier die je flexibel kunt ombouwen. Er zitten ook allerlei dingen aan vast. Nou ja, dat is nu dus wel. Dat gaat nu naar zo'n lab bijvoorbeeld en naar andere laboratoria. Maar je hebt nog meer nodig nu. En om die reden zijn wij nu natuurlijk heel erg blij dat de Duitse laboratoria aanhaken. Omdat we met z'n allen de schouders erom moeten zitten. Ik vind het toch lachwekkend. Ja. Eerst was Duitsland kwalitatief. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Ja, jawel. Jullie hadden de vraag of het wel kwalitatief... Want in Nederland, gezegd, er moeten medicus bij zitten. En nu blijkt dat we toch naar Duitsland gaan. Nou ja, dat is toch belachelijk? Is er iets veranderd in de manier waarop Duitse laboratoria werken? Maar, en we hebben natuurlijk altijd gezegd dat we die eisen hebben gesteld, maar ook gezegd dat Duitsland aan die eisen voldoet. Ja, maar dan hadden jullie het toch veel eerder kunnen doen? Nou ja... Ze hebben daar genoeg capaciteit. Ik denk dat we in de beginfase hadden we daar niet naartoe gegaan, omdat dat niet voor de setting, zoals we toen hebben getest... Ik had niet mijn monster van mijn patiënt op de IC naar dat laboratorium in Duitsland gebracht. Het wordt anders als je het over publieke gezondheid gaat hebben en over die straten. Dat bedoel ik. Dan wordt het anders. Maar daar is nu ook de druk op. Ja. En daarom hebben we nu die afspraken. Ja. Ja. Het verwijt is ook dan aan jou als het gaat om de twee rollen die je speelt. Natuurlijk als lid van het OMT, je adviseert het kabinet. Rutte heeft altijd gezegd, wij luisteren naar de experts. Dus jullie hebben daar een belangrijke rol in. Zo niet de allerbelangrijkste rol. De andere kant is dat je voorzitter bent van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. En dat je dan vanuit die hoedanigheid, opkomend voor jouw beroepsgroep, wat hoort bij die rol, dat je om die reden die kleine ziekenhuislaboratoria hebt beschermd om jouw beroepsgroep te beschermen. Ook al zou het verstandiger zijn om te adviseren om grote laboratoria erbij te betrekken. Begrijp je dat verwijt? Ik begrijp het natuurlijk. Maar zo zit het niet in elkaar. Ik ben voorzitter van... Het is geen brancheorganisatie. Het is een wetenschappelijke vereniging. Met medisch specialisten erin en andere experts. En in die rol van voorzitter zit je eigenlijk altijd in het OMT. Al voor corona, toen we het over Q-koorts hadden en andere micro-organismen. De voorzitter van de MWMM zit standaard in het OMT. En die zit daarin met nog 20 andere mensen. Omdat ze een van de experts zijn die mee kunnen adviseren. Waar nog een heleboel andere experts bij zitten. En uiteindelijk blijft het een advies. We hebben daar helemaal niet gesproken over welke laboratoria wel gaan testen en welke laboratoria niet. In het OMT niet?
Nee, dat is niet een onderwerp geweest wat we daar hebben besproken. Je spreekt over welke maatregelen kun je nemen. Er wordt niet gevraagd in het OMT van hebben we genoeg testcapaciteit voor Nederland om iedereen te testen? Nee, dat is daar niet een onderwerp geweest. Dat is toch gek? Nou, dat is nu recent een onderwerp geweest. Maar in de beginfase heb je wel gesproken over hoe gaan we dus inderdaad voorkomen dat het virus zich verspreidt. Op welke manier ga je dat doen? Testen is daar één onderdeel van. Maar hoe ga je dat aanpakken? Dus, maar zeg je eigenlijk dat pas heel laat in het OMT is testcapaciteit aan de orde gekomen? De testcapaciteit hebben we het al over sinds februari. En daar zijn ontzettend veel acties op ontplooid. En er zijn ontzettend veel mensen druk mee geweest. Maar het heeft geen per se een vakinhoudelijk advies nodig. Het is een ontzettend grote logistieke operatie. En er moet worden onderhandeld met... Maar als je zegt dat een groot of een groot laboratorium, een groot lab, zeg maar, kwalitatief niet hetzelfde is als in een ziekenhuislab... Dat zeg ik niet, hè? Oké, nou, dat was dan een reden om aanvankelijk te blijven testen in de ziekenhuislaboratoria. Dat de kwaliteit daar gewaarborgd was. Want zo werkten jullie al tientallen jaren. En dat vonden jullie het meest effectief met patiënten in je eigen ziekenhuis. Als dat, ik het goed... Dat eerste. Ja, dat we... Ja. En dat waar eigenlijk dan... is zoals we het al jaren doen... Precies. Met de patiënten uit ons eigen ziekenhuis. Ja. En dan was het idee van... ik wil niet zomaar mijn gegevens naar een groot lab ergens anders brengen... want wij hebben bepaalde voorwaarden die we stellen aan het gesprek... die je hebt over de uitslag. Nou, dan gaat het toch weer over die mensen... die dan vervolgens bij de GGD-test gaat komen. Want ik test nog steeds de mensen in mijn eigen ziekenhuis. Mm-hmm. Hè, de mensen die bij mij op de eerste hulp werken... als er iemand komt met verdenking op klachten... dan willen zij eigenlijk binnen een paar uur weten... Ja. Is het wel of is het niet? Tuurlijk, maar we hebben te maken inderdaad met mensen die in een ziekenhuis terechtkomen. En dan ook nog al die andere mensen in de samenleving. Ja. Laat ik het zo zeggen. Als we zien wat de verstrekkende gevolgen zijn voor de maatschappij... als je niet getest bent, dat je thuis moet blijven, niet kan werken... kinderen niet naar school, et cetera. Wat zulke vernietigende effecten heeft op de samenleving. Zat in dat OMT het sentiment van... jongens, we moeten nu massaal uitdrukken met het testen. Dit moeten we gewoon maximaliseren... zodat mensen ook gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. Absoluut. Vanaf wanneer? Absoluut. Vanaf... Nou ja, eigenlijk vanaf, ik denk april, mei hebben we daar... Nou, eigenlijk al wel eerder zijn we daarmee bezig geweest. Want maart was de piek van corona, dat het zo verschrikkelijk was. Ja, maar we zijn vanaf dat moment al bezig geweest om meer in te kopen... op het andere manier in te richten. Heel veel laboratoria, andere dat apparaten ingekocht. Aan wie ligt het? Ja, ik ga niemand aanwijzen. Ja, tuurlijk. Ze hebben het gewoon onderschat. Ze dachten van... We hebben wel wat klachten, er gaan wat mensen... maar ze hadden nooit verwacht dat het zo uit zou breken... als dat het gedaan hebben, 100%. Anders hadden we... Die piek die we in september... het was een stijgende lijn van aantal testvragen... de vraag van de mensen... die is inderdaad in september exponentieel gestegen. En dan heb je nogmaals met het mooie weer. Want tuurlijk, het slechte weer was het nog veel meer geweest. En je wist dat de scholen weer begonnen... je wist dat de studenten weer bij elkaar kwamen... Ja. Dus er is gewoon op een veel te lakse manier mee omgegaan. Nou ja, ik denk dat er heel veel werk verzet is. Dat twijfel ik niet aan. Ik zou dat niet laks noemen. Hoe is het nu? Gezien dat de herfst eraan komt... en vermoedelijk nog grotere belasting dan voor testen dan nu... is dat op orde? Als het straks oktober, november en iedereen is verkouden, is het op orde? Ja. Dan kan iedereen getest worden. Laat ik zo zeggen, de afspraken die nu worden gemaakt... met de laboratoria en de Duitse laboratoria... en laboratoria die dus dat poelen... gaan doen, die moeten die aantallen die wij... die 70 tot 100.000 moeten daar voldoende voor zijn, ja. Vanaf volgende week al, of... Ja, ik maak die afspraken niet, hè, want ook daar ga ik niet over. Er wordt mij van alles... Nee, jullie adviseren het kabinet. Het kabinet maakt het beleid. Ja, dat is hoe het precies. En dus die afspraken, die worden niet door mij gemaakt... maar die worden door VWS onder andere gemaakt. Je krijgt een terugkoppeling. Dus ik hoor inderdaad regelmatig hoe het daarmee staat... maar ik heb nog niet gehoord wat de definitieve contractuele afspraken zijn. Maar dat men echt aan het afspreken is om daar tientallen duizenden testen af te nemen... daar wordt nu aan gewerkt, ja. Dank dat je wilde komen toelichten. Dank je wel.